Raketaanval op kamp Holland in Oeroeskan is een Nederlandse militair om het leven gekomen. 5 militairen raakten gewond, onder hen een vrouw. Die vrouw, dat ben ik. Ik neem hem mee terug naar het stoffige Tarinkot in het zuiden van Afghanistan. Het was 6 april 2009. Ik was daar op missie met de Nederlandse taskforce Oeroeskan. Hoewel de temperatuur behoorlijk op kan lopen, was het die dag betrekkelijk koel. Ik besloot dan ook om, niet 's ochtends, maar 's avonds te gaan hardlopen. Als logistiek officier bij de genie was ik druk met van alles en nog wat. En om orde in de chaos te scheppen, schreef ik die dag al mijn taken op post-its en plakte deze op volgorde van belangrijkheid op mijn bureau. Op het moment dat ik uit zou vallen, zou een collega het zo van mij over kunnen nemen. Op dat moment had ik nog geen idee van wat komen zou. Voor het eten trok ik mijn hardloopschoenen aan en liep een paar kilometer rond het kamp. Rond 6 uur stond ik onder de douche om het stof en het zweet van me af te spoelen. 6 uur. Normaal gesproken zat ik rond dat tijdstip in de eetzaal. Ik was mijn haren aan het wassen totdat ik in één keer verrast werd door een harde knal en een klap op mijn hoofd. Het water stopte, het licht ging uit en ik had een hele harde fluit hoorn in mijn oren. En alles ging in slow motion, net als in een oorlogsfilm. What the fuck gebeurt hier, waren letterlijk mijn eerste woorden. En ik had direct het gevoel van, dit is niet goed en hier moet ik weg. Maar ja, ik had geen kleren aan. Ik probeerde daarom een schoon t-shirt over mijn hoofd heen te trekken. En terwijl ik dat aan het doen was, merkte ik een stekende pijn in mijn hand en op mijn hoofd. Gelukkig was er hulp snel ter plaatse. Collega's sloegen wat kledingstukken om me heen, waarna ik zelf naar buiten ben gelopen. En hoe ik dit voor mekaar heb gekregen, is mij nog steeds een raadsel. Ik had namelijk botbreuken in mijn voet, een hand waar een hap uit was, vleeswonden over heel mijn lichaam, gehoorbeschadiging en wat later bleek een posttraumatische stressstoornis, oftewel PTSS. Ik had zojuist een raketaanslag met een 107 mm raket overleefd. Van kinds af aan was ik altijd al met sporten en bewegen bezig. En tijdens de HAVO moest ik een keuze maken wat ik na de middelbare school wilde gaan doen. Door een promotiefilmpje op tv gezien te hebben van de Koninklijke Landmacht met een hindernisbaan wist ik het. Ik word militair. Ik volgde de opleiding tot officier op de KMA, waarna ik bij verschillende eenheden in Oorschot heb gewerkt. Een militaire beroep vind ik geweldig. De diversiteit aan taken en de verschillende landen waar ik kwam zorgde ervoor dat ik iedere dag met veel voldoening thuis kwam. Ik zag mezelf dit werk dan ook doen tot aan mijn pensioen. Tot 6 april 2009. Met één knal veranderde mijn hele leven. Na de aanslag volgde een lang revalidatieproces, zowel lichamelijk als geestelijk. De eerste weken na de aanslag keek ik vooral op de kalender. 6 weken in het gips, 2 weken revalideren. Dan kan ik daarna nog wel terug naar Afghanistan om samen met mijn eenheid mijn missie af te maken. Zo dacht ik. Helaas is dat niet gelukt, de operaties en behandelingen die ik erop volgde. De periode die vervolgde kende ik veel dieptepunten. Mijn geest wilde zo graag vooruit, maar mijn lichaam hield me tegen. De angst die ik ontwikkeld had, zorgde ervoor dat ik me niet meer veilig voelde in mijn eigen huis. Overal zag ik gevaar en ik schrok van ieder onbekend geluid. Typisch gedrag voor iemand met een posttraumatische stressstoornis. Dit zorgde voor veel vermoeidheid en ik had een kort lontje en ik was niet altijd even gezellig. Door de operaties die volgden was ik letterlijk onthand. Ik ben dan ook weer terug bij mijn ouders gaan wonen, 6 maanden lang. Ik was op een gegeven moment zo hulpbehoevend dat ik zelfs aan mijn ouders moest vragen wanneer ik naar de wc moest of als ik mijn tanden wilde poetsen. Tot op de dag van vandaag ben ik mijn ouders
de rest van mijn familie, vrienden en Defensie ontzettend dankbaar voor alle steun en hulp die ik gekregen heb. Ik heb mijzelf door deze nare periode heen weten te slepen. Door mezelf telkens nieuwe doelen te blijven stellen en hoop te blijven houden. Maar vooral ook door hun hulp en hun steun. 4 jaar duurde de periode van behandelingen en therapieën. En ondanks alle inspanningen van medisch specialisten hou ik blijvende schade over aan de aanslag. Schokbelasting zal altijd een beperking blijven. Hardlopen is daardoor lastig. Hoge hakken dragen gaat niet meer. En door mijn PTSS ben ik altijd op mijn hoede. Nog dagelijks word ik geconfronteerd met de aanslag. Wanneer ik in de spiegel kijk en mijn littekens zie. Als mensen vragen hoe het nu met me gaat. Als ik de pijn in mijn voet verbijt. En wanneer ik oorlogsbeelden op tv zie. Mijn uitzendingen heb ik nooit af kunnen sluiten. Ik ben naar mijn missie gerukt en ik heb altijd het gevoel gehad dat ik iets af moest maken. In januari 2014 kreeg ik deze kans. In overleg met mijn begeleiders ben ik teruggekeerd naar Afghanistan. Aangekomen in Afghanistan was ik op zoek naar een toilet. En bij de eerste deur die ik opentrok, stond ik oog in oog met eenzelfde douchecabine als waarin ik gewond was geraakt. Ik schrok mij kapot. Ik begon te huilen en ik had direct flashbacks naar de aanslag. Ik wil letterlijk geen stap meer zetten. Gelukkig wisten de psycholoog en de geestelijke verzorger die mee waren mij te kalmeren. En mijn grootste angst op dat moment was om weer terug de cabine in te stappen. Aan het einde van deze reis ben ik deze angst aangegaan. Onder begeleiding van de psycholoog ben ik huilend en vol angst met 2 stappen vooruit en 1 terug de cabine ingestapt. Net zo lang tot ik de douche bereikte. En door deze grootste angst aan te gaan, kon ik verder in mijn proces van verwerking en afsluiting. Tijdens deze reis kwam het besef dat ik door mijn beschadigingen als militair niet meer verder kon en mijn toekomst anders moest gaan inrichten. In Afghanistan heb ik een afscheidsceremonie voor mezelf gehouden, waarin ik mijn uitzending heb af kunnen sluiten. Daarnaast ontstond een gevoel van acceptatie dat ik mijn pak vaarwel moest gaan zeggen. En dat was heftig. Het voelde alsof ik afstand moest doen van mijn identiteit. De kameraadschap die ik bij mijn collega's ervaarde, die raakte ik kwijt. En ik was alleen nog maar Stephanie in plaats van kapitein Verhoef. Op 1 september 2014 was het dan zover. Het pak ging uit. En nu, 1,5 jaar later, nadat ik mijn pak heb uitgetrokken, heb ik het gevoel dat ex-militair zijn een plekje begint te krijgen. Ik werk nu als burgermedewerker bij Defensie, als reïntegratiebegeleider. En ik mag nu mensen begeleiden in het omgaan met verliezen wat iets zo voor hun zo dierbaar is. Militair zijn. Gelukkig heb ik het wij-gevoel en de teamfocus teruggevonden bij het sportteam wat meedoet aan Invictus Games. Dit is een initiatief van Prins Harry. Deze games zijn voor de militairen en ex-militairen die lichamelijke of geestelijke schade hebben opgelopen tijdens hun militaire carrière. In het Militair Revalidatiecentrum in Doorn heb ik geleerd om te denken in mogelijkheden en niet in problemen. Je kan uiteindelijk veel meer dan dat je denkt, als je maar wilt. Ook als jou iets overkomt en je niet alles meer kan wat je voorheen deed. Door mijn beschadigingen moest ik op zoek naar een andere fysieke uitlaatklep. En dit vond ik in fietsen en zwemmen. Ik merkte dat mijn lijf hier goed op reageerde en dat ik er zelfs heel goed in ben. Voor de aanslag had ik een typische militaire mentaliteit. Niet lullen, maar poetsen. En doorgaan totdat je erbij neervalt.
In mijn 4-jarige revalidatieproces heb ik geleerd om te luisteren naar de signalen van mijn lichaam. En het rustig aan te doen wanneer mijn lichaam hierom vraagt. Deze instelling van gedachten heeft mij doen veranderen. En moeten is veranderd in mogen. Deze verandering van instelling heeft mij geholpen in mijn voorbereidingen voor de eerste editie van de Invictus Games in Londen. Luisteren naar mijn lichaam en aangeven wat ik nodig heb, heeft mij heel ver gebracht. Want wat ik nooit had gedacht, werd werkelijkheid. Tijdens de eerste editie van de Invictus Games won ik namelijk 3 medailles. Goud met fietsen en zilver en brons met zwemmen. Deze medailles staan voor mij symbool dat ik na mijn militaire carrière nog steeds meetel als ex-militair. En dat ik na een lang revalidatieproces nog steeds het beste uit mezelf heb weten te halen. In mei dit jaar is de 2e editie van de Invictus Games en ben ik weer geselecteerd om mee te gaan. En tijdens deze editie wil ik mijn prestaties van Londen verbeteren. Om zo te laten zien, ik ben gewond, maar niet verslagen. Dank u wel.